Pas bij me, wat had jij het geluk aan je reet hangen, zeg, bij die 3-2? Ja, zeker. Ik denk nou, een hele mooie goal. En, of tenminste, ja, ik denk dat ik hem goed binnenkop. Ik dacht eigenlijk dat hij er in eerste instantie in zou gaan, maar dat hij dan nog vierde paal en de keeper zijn rug voor mijn voeten valt, dat is wel even gelukt. Maar daardoor niet extra minder lekker. Überhaupt die overwinning van Lisse vandaag is geluk, hè? Ja, nou ja, geluk. Ik denk dat je in deze fase niet over geluk moet praten. Ik denk gewoon dat het belangrijk is dat je wint. Maar ik denk dat hij inderdaad beide kanten op had kunnen vallen. Het was niet goed, maar jullie strijden en dus win je. Het was zeker niet goed. En Hoek, dat zie je zelf ook, is een hele lastige, stugge ploeg. Grote gasten die compact spelen. Dus dat is gewoon moeilijk voetballen. Maar ik denk dat we het uiteindelijk de tweede helft goed hebben opgepakt. Hoe groot is de opluchting geweest in de kleedkamer? Ja, enorm. Gewoon de eerste punten überhaupt. En ik denk als je gelijk speelt, blijft het gat 6 punten. En nu vind je gewoon een beetje de aansluiting. En ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je nu zo snel mogelijk naar dat linkerrijtje gaat. Ja, want dat was wel een kleine ramp geweest als je na 3 speelronden, ook heb je pas 2 wedstrijden gespeeld, nog op 0 punten zou staan. En bijvoorbeeld de club als Hoek al op 9. Ja, dat is enorm jammer. Dan verlies je inderdaad de aansluiting. Maar wordt denk ik ook de sfeer anders. En je merkt nu gewoon in de kleedkamer opluchting en feest, vreugde. Voelde je druk? Nee, eigenlijk helemaal niet. We zeiden ook van tevoren, ga gewoon lekker voetballen. Want we hebben in de voorbereiding echt wel laten zien dat we goed kunnen voetballen. En nee, er werd eigenlijk ook totaal geen druk opgelegd. Jij, de spits van Lisse op dit moment, hè? Ja, nou, ik denk dat alles heel dicht bij elkaar zit. Dat zie je vandaag ook, dat er heel veel wijzigingen zijn in het elftal. Dus ik denk dat dat alleen maar goed is voor de concurrentie. En ja, dat ik nu de winnaar erin schiet, dat is voor mij dan extra lekker inderdaad. Maar goed, je houdt wel iemand als Rodi van der Putten bijvoorbeeld uit de basis. Ja, nou ja, Rodi had vorige week gespeeld en deze week wist ik dat ik ging starten. En ja, dan moet de trainer het gaan beslissen. Maar ik denk dat dit aan mijn zijde, dat dit goed voor mij is.